Hoi, mijn naam is Saartje en de meesten die dit kanaal volgen voor al langere tijd kennen mij wel. Maar omdat mijn kanaal een grote verandering gaat doormaken, wil ik mezelf ook even voorstellen voor alle nieuwe volgers en abonnees. Mijn naam is Saartje en op dit kanaal poste ik voornamelijk beauty, fashion en lifestyle video's. En die konden gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik had niet echt een bepaalde niche. Ik maakte gewoon video's over van alles en nog wat. En omdat ik nu een eigen bedrijf ben gestart, wil ik met dit kanaal verder gaan. En het kanaal dus in die zin helemaal laten aansluiten bij mijn bedrijf. Dus er gaat een hele grote verandering plaatsvinden. Dit kanaal gaat niet meer over beauty, fashion en lifestyle, maar gaat voornamelijk over lifestyle, over mindstyle, over je mindset en over coaching. Wellicht als je mij volgt, weet je dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart als life coach. Oog op jezelf heet mijn eigen bedrijf. En daarin coach ik mensen die introvert zijn en hooggevoelig. Daar ligt mijn expertise. Maar goed, op dit kanaal ga ik het wat breder aanpakken. Ik ga het niet alleen hebben over introvertie of over hooggevoeligheid, maar ik ga het over van allerlei problemen hebben waar je last van kunt ondervinden. Voor de nieuwe kijkers zal ik mezelf eventjes voorstellen. Ik ben dus Saartje en ik heb de SPW gestudeerd eerst, onderwijsassistent. Daarna ben ik SPH, sociaal-pedagogische hulpverlening, gaan studeren. En als allerlaatst heb ik life coach gestudeerd. Nou zijn dat de scholingen die ik heb gedaan, maar ik heb vooral enorm veel ervaring opgedaan in het leven. Ik heb bij ontzettend veel therapeuten en instellingen gelopen. Omdat ik zelf met bepaalde problemen kampte. Ik ben zelf introvert en hoogsensitief. Daarnaast heb ik heel erg aanleg tot perfectionisme. En daarnaast heb ik een vrij moeilijke jeugd gehad. En dat heeft tot allemaal problemen geleid, even kort. En daarvoor zocht ik hulp. En nou heb ik op diverse plekken wel een beetje hulp gehad wat aansloot bij mij, maar heel vaak sloot de hulp die ik kreeg niet aan. Dit is natuurlijk persoonlijk, hè? Dit is voor mij persoonlijk. En de hulp die met name wel aansloot was echt meer coachingshulp. Dus dat ik echt bij mezelf ging kijken wat nou het probleem was en niet zozeer heel diep ging graven, maar meer ging kijken naar hoe kan ik het probleem nou gaan aanpakken. Want ik weet heel vaak zelf wat het probleem is. Ik heb alleen zoveel moeite met de handvatten. Ik ben als kind opgegroeid met niet heel veel vaardigheden. Dus ik heb niet heel veel dingen qua sociaal, emotioneel aangeleerd gekregen. En die dingen heb ik dus uiteindelijk mezelf allemaal moeten aanleren. Dus ik wist heel vaak wel wat er aan de hand was. Ik wist alleen niet hoe ik het moest aanpakken en wat dan een oplossing daarvoor zou kunnen zijn. En dat soort video's wil ik dus ook gaan maken voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Iedereen die dus eigenlijk in dezelfde situatie zit. Ik hoop dus met deze video's dat je inspiratie eruit kunt halen en dat je de tips en handvatten die ik ga geven kunt toepassen in je dagelijkse leven. En misschien helpen ze voor jou niet, maar misschien helpen ze voor iemand anders wel. Dus voor diegene voor die dit helpt, daar doe ik het voor. Mijn uiteindelijke doel namelijk is dat je weer van jezelf gaat houden en dat je jezelf gaat accepteren zoals je bent. Twee problemen in het leven waar ik zelf ontzettend veel moeite mee heb gehad. En ik merk dat als jij jezelf accepteert zoals je bent en als je van jezelf houdt zoals je bent, dat heel veel andere dingen op zijn plaats gaan vallen. Dat je zelfvertrouwen gaat krijgen, dat je zelfwaarde stijgt, dat je gewoon veel krachtiger en energieker in je leven gaat staan en ook gelukkig bent uiteindelijk. Mocht je benieuwd zijn naar mijn website is www.oogopjezelf.nl en daarnaast kun je me ook nog volgen op social media. Ik heb een Facebookpagina, Oog op Jezelf Coaching, en daarnaast ook een Instagram, en dat is ook Oog op Jezelf. En daar kun je me dus ook op volgen voor meer handvatten en tips en inzichten die ik vaak in het dagelijkse leven opdoe en die ik met jullie wil delen. En mochten deze video's nou niet bij jou aansluiten, maar wil je wel graag je problemen aanpakken, op zoek gaan naar oplossingen en een coachingsgesprek willen, dan kun je natuurlijk altijd naar mijn website gaan en contact met mij opnemen voor een coachingsgesprek.
Zoals ik al zei, ga ik in deze aankomende reeks video's verschillende thema's behandelen. Thema's die voorbij gaan komen zijn onzekerheid, angsten, hoe je daarmee omgaat, hooggevoeligheid, perfectionisme. Op ieder gebied ga ik video's maken. Mocht je zelf nog bepaalde ideeën hebben of bepaalde thema's voorbij willen zien komen, laat het dan weten in de comments. Dan kan ik daar ook mee aan de slag gaan. En in principe zal er iedere donderdag om 4 uur een nieuwe video online komen. In eerste instantie 1 keer in de week. Mocht dit nou goed gaan, mocht het nou zo zijn dat er meer inspiratie in mij opkomt, dan zal het misschien naar 2 keer in de week gaan. Maar voor nu begin ik gewoon lekker met 1 keer in de week een video. En dat is vaak ook meer dan voldoende als je aan de slag wil gaan met je problemen. Want het heeft ook tijd nodig om te bezinken, het heeft tijd nodig om het toe te passen. Dus 1 keer in de week lijkt me in principe voor nu meer dan voldoende. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik heb er in ieder geval super veel zin in om de video's op te nemen en met jullie te delen. En dan zie ik je natuurlijk heel graag bij een nieuwe video donderdag om 4 uur. Vergeet niet alvast te abonneren en op de meldknop te drukken, zodat je een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik je natuurlijk volgende week of aanstaande donderdag al om 4 uur bij een nieuwe video.